Welkom, welkom bij de allereerste stream van 2022. Ik weet niet wat jullie allemaal doen dit weekend, maar het is vooral gewoon hopelijk voor iedereen heel veel relaxen. Ik heb 2 12-uur streams achter de rug, jongens, en het was echt, echt super tof. Samen het nieuwjaar ingeluid, was echt hartstikke leuk om te doen. 4, 3, 2, 1. Oh, anti-climax. Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar! Shores. Here we go. Proost. Echt heel leuk. En ik hoop dus dat iedereen, ook mensen die er niet bij waren, die ook natuurlijk een goede jaarwisseling hebben gehad. Ik kom er toch elke keer met oud en nieuw wel achter dat champagne iets is wat ik eigenlijk helemaal niet lekker vind. Tenminste, ik drink het wel hoor, maar het gaat altijd met moeite naar binnen, laat ik het zo zeggen. Dat als ik het achterover giet, dan krijg ik er echt gewoon een soort rilling van. Hebben jullie dat ook wel eens? Dat heb ik ook met hele zure jus d'orange. Nee, zoete champagne. Ja, ik weet niet wat het verschil is. Je zal inderdaad... Oh nee, trouwens, ik zit nu te denken. Het was helemaal geen champagne wat we dronken toen. Het was Prosecco. Fucking dom. Nou ja, Prosecco ook niet te zuipen. Ja, na 12:30 of zo, toen de stream afgesloten werd, toen ben ik gewoon naar beneden gegaan. Hebben we gewoon tv gekeken, lekker gekletst en gedronken. En ik heb niks gezien hiervan. Ik bedoel, ik heb wel vooral knallen gehoord in de buurt. Ik heb niet uit mijn raam gekeken of ben de straat op gegaan eigenlijk. Niks mee te maken, Pieter. Steek aan dat ding. Steek aan. Waar is dat van? Is dat een meme? Oh god, daar komt een meme van Sam. Hey, niks mee te maken. Steek aan dat ding, Pieter. Steek aan. Zo. Oh man. Maar hij houdt hem ook zo. Heeft hij niet gewoon zijn arm gebroken met dit shit? Met deze shit? Wacht, ik zie Sam eerst nog met meer explosies. Oh ja. Oké, ik heb altijd het gevoel gehad dat dit niet echt is. Is dit echt of niet? Ja, dit bleek uiteindelijk geacteerd te zijn. Ah, hier, kijk, precies. Wat is dit? Jesus. Holy shit! Holy shit, wat? Zo, dat is niet goed hoor. Nog één keertje, dat is wel fucking ziek namelijk. Die gastenpet vliegt ook van zijn hoofd. Ja, ik snap wel dat je er een kick van krijgt of zo om dit soort shit af te steken, maar ja... Wat is dit voor ding? Wat hebben ze hier afgestoken? Ja, wat is een shell? Een vuurwerkshell. Mortierbommen? Vaak shells genoemd, behoren tot de zwaarste soort vuurwerk. In veel landen, waaronder Nederland en België, gelden ze als professioneel vuurwerk en worden ze niet aan particulieren verkocht. De mortierbommen hebben doorgaans een ronde of cilindrische vorm. Waar hebben deze gasten dit gefixt dan? Want meestal gaan mensen naar België voor dit soort shit, maar als België het zelfs al niet eens verkoopt, kun je halen in Polen. Jezus, die Polen, jongen. Dit is hoe het hoort, zei Western. Pak er even bij. Wat is dit? Zijn dit shells? Nee, dit is gewoon... Wow. Wel nice. Zijn dit de shells? Oh, dit zijn shells. Oh, ik wist helemaal niet dat het siervuurwerk was, joh. Ik dacht dat het... Oh, maar dat is wel vet, hoor. Wow. Dit is gewoon een beetje zoals het georganiseerd moet worden in Nederland, toch? Gewoon toffe vuurwerkshows. Dit is hartstikke leuk. En dan gewoon inderdaad professionals die het afsteken. Wow, dat was vet. Dus ik kreeg nog een beetje een soort van eigen leven daar. Deze gast zit gewoon te fucken met een speaker, of niet? Nu. Wat mooi. Ja, dat is geniaal. Ja, dat is mooi. Oh, lekker. Oh, heerlijk. Ja, die is mooi. De vuurwerkshow in Londen. Ik heb daarnaar gekeken, want dat is natuurlijk een uur later in Engeland dan bij ons. Vanwege het tijdsverschil. Dus wij zaten om 1 uur 's nachts beneden. En toen keken we dus naar het aftellen van Londen. En dat was super tof. 10, 9, 7. Guidance flashing images. Nou, kom. Wow.
Waar blijven die drones nou? As Big Ben's oh, hij gaat eerst de speech doen. Ja, klopt. Dat was ik even vergeten. Hij doet eerst de speech. En daarna pas komt het. Ah, kijk, daar zijn die drones. Ik vond dit wel vet gedaan, hoor. Ze zien er niet uit als shells. Maar die hier, het is super vet, deze wereldbol hier. En het draait ook nog. Ja, dat vond ik echt super vet gedaan. Gewoon midden in de lucht daar. Lijkt me heel bijzonder om dat te, zeg maar, te zien. Kijk dan, hoe fucking vet is dit? Dit vond ik heel vet. De muziekkeuzes zijn wel een beetje... I don't know, maar... Ik vond dit heel vet gedaan. Je kan echt hele toffe shit doen met die drone, zo. En dan maakt het weer een nieuwe vorm. Maar wat ik me dus afvraag, hoe doe je dit met drones? Kijk dan hoe lijp, joh. Het lijkt me echt heel bijzonder om dit in het echt te zien. Sowieso is vuurwerk in het echt zien heel tof, maar die drone show is helemaal wel... omdat je dan natuurlijk, omdat het gewoon 3D is, hè. Dus het doet het eigenlijk, het komt helemaal niet tot z'n recht in zo'n video als dit. Kijk dan, die kop van die leeuw die vliegt gewoon rond natuurlijk, weet je wel. Dat is super vet. Dit was bij jullie. Wow. Wauw, dat is vet. Holy shit. Dit is gewoon hoe vuurwerk zou moeten zijn met Oud en Nieuw. Gewoon lijpe show. Alleen wat ik me wel afvraag met dit, is hoe doe je dat met de muziek? Want kijk, wij horen het natuurlijk... In de video afgespeeld worden. Met als je daar aan de kade staat. Hebben ze dan overal langs de kade speakers? Of zo'n JBL-boxje keihard zetten? Ja. Ziek. Holy shit. Was er niet een keer ook een soort van vuurwerkshow misgegaan dat per ongeluk in één keer al het vuurwerk opging? Maar dat het wel heel, heel spectaculair was. Deze, zei hij. Zo, Jesus. Ik denk wel dat het deze was, ja. Holy shit, joh. Super zonde ook voor het harde werken als je dit van tevoren helemaal voorbereid hebt. Dat het dan zo fout gaat. Maar ja, volgens mij zijn er geen slachtoffers gevallen. Ik bedoel, het is wel allemaal de lucht ingegaan en niet op de grond. Dus...